2 minuten voor tijd staat het nog altijd 0-0 bij Naval tegen Sporting Club de Portugal. Maar invaller Ronnie produceert hier een schitterende vrije trap. En zo wint de ploeg van Paulo Bento alsnog. Twee minuten voor tijd staat het nog altijd 0-0 bij Naval tegen Sporting Club de Portugal.